Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Barbara. Barbara heeft in het afgelopen jaar heel veel stress gehad en heel veel slapeloze nachten. En door deze eigenlijk uitputtende periode is haar huid in conditie verslechterd. En is haar huid veel lelijker gaan ogen ten opzichte van eerder. Nu is Barbara collageen eiwitsupplementen gaan gebruiken vanuit de hoop en de verwachting dat dankzij het gebruik van deze supplementen met daarin eiwitten aanwezig die nodig zijn in je huid om een goede conditie van je huid te kunnen verkrijgen en behouden, dat dan haar huid weer in de conditie zal verbeteren. Maar sinds het gebruik van deze supplementen, de supplementen met collageen eiwitten daarin aanwezig, die eiwitten die in je huid nodig zijn om je huid weer in wat betere conditie te krijgen, is de conditie van haar huid niet verbeterd, maar verslechterd. En is haar huid er niet mooier op gaan ogen, maar lelijker op gaan ogen. En dat snapt Barbara niet. Dus is de vraag van Barbara: hoe kan het dat de conditie van mijn huid is verslechterd en mijn huid er niet mooier, maar lelijker op is geworden sinds het gebruik van collageen eiwitsupplementen, de supplementen met eiwitten erin aanwezig, die toch voor een verbeterde conditie van je huid zouden moeten zorgen? Hoe kan dat? Nou, Barbara, je huid zal in conditie verslechteren en lelijker gaan ogen wanneer het gehalte aan collageen eiwitten in je huid daalt. Collageen eiwitten zijn namelijk nodig om in je onderhuidse bindweefsellagen voldoende vocht en neutraliserende moleculen te verkrijgen en behouden om afvalstoffen te kunnen verdunnen. Dat zijn belastende schadelijke stoffen. Dus wanneer het gehalte aan deze eiwitten, die je huid helpt hydrateren, zoals ze dat noemen, daalt, dan zal het vochtgehalte in je huid, in je onderhuidse bindweefsellagen, dalen. Dan zal het afvalstoffengehalte in die lagen stijgen. Zal je huid in conditie verslechteren. Dus op het moment dat jij een verslechterde conditie van je huid bent gaan ervaren en je huid er niet lelijk, niet mooier op is geworden, maar lelijker sinds het gebruik van collageen eiwitsupplementen, dan betekent dit dat het gehalte aan collageen eiwitten in je huid is gedaald sinds het gebruik van deze supplementen, ondanks het feit dat jij meer van deze eiwitten middels dat supplement binnen hebt gekregen. Dat is ook niet zo gek, want laten we het eens bespreken. Collageen eiwitten, dat is een uitscheidingsproduct van de cellen, de bindweefselcellen die aanwezig zijn in je huid, in je onderhuidse bindweefsellagen. Dit uitscheidingsproduct, dus die collageeneiwitten, kunnen enkel na vorming in deze cellen uitgescheiden worden naar het extracellulaire milieu van deze cellen. En dan zijn deze eiwitten pas in je huid, in je onderhuidse bindweefsellagen aanwezig. Kan je huid gehydrateerd worden? Kan het vochtgehalte in je huid stijgen? Kan het afvalstoffengehalte in je huid dalen? En kan schade aan je huid en een verslechterde conditie van je huid en een lelijkere huid voorkomen worden? Wanneer deze cellen in staat zijn om anabole opbouwende en herstellende processen uit te voeren. Want
grote moleculen, zoals grote wateroplosbare moleculen, zoals collageeneiwitten, kunnen enkel gevormd worden, maar vooral ook uitgescheiden worden. En dat is eerst nodig om voor hydratatie van je huid en dergelijke te kunnen zorgen. Wanneer die cellen in staat zijn om vesikels, transport en secretie, uitscheidingsblaasjes te vormen. En dat is een anabool opbouwend en herstellend stofwisselingsproces. Dat betekent dat wanneer de uitvoering van anabole stofwisselingsprocessen in en door de cellen in je onderhuidse bindweefsellagen, dus bindweefselcellen, verslechtert ten opzichte van eerder, collageeneiwitten, grote wateroplosbare moleculen, niet in en door deze cellen gevormd en uitgescheiden kunnen worden, want dan kunnen die vesicles, transport- en uitscheidingsblaasjes, niet gevormd worden. Het gehalte aan collageeneiwitten in je huid, want daar is eerst die uitscheiding voor nodig, niet zal stijgen. Het vochtgehalte in je huid zal dalen, het afvalstoffengehalte in je huid zal stijgen en schade zal ontstaan met een verslechterde conditie van je huid tot gevolg. Dus op het moment dat de uitvoering van anabole stofwisselingsprocessen in de cellen in je onderhuidse bindweefsellagen, bindweefselcellen, verslechtert door en sinds het gebruik van collageeneiwitsupplementen, dan zal het gehalte aan collageeneiwitten in je huid zal dus dalen in plaats van stijgen. De conditie van je huid zal verslechteren in plaats van verbeteren. Terwijl jij juist meer collageeneiwitten middels die supplementen hebt binnengekregen. Hoe zit het? Wanneer je collageen-eiwitsupplementen neemt, dan krijg jij die eiwitten die je de cellen in je onderhuidse bindweefsellagen moeten vormen en uitscheiden, stop jij extra in je spijsverteringskanaal. En alle eiwitten, of dat nu collageen-eiwitten zijn of andere eiwitten, die moeten in je spijsverteringskanaal verteerd worden. En opeens veel meer eiwitten in je spijsverteringskanaal laten belanden en de vertering daarvan vereisen. Dat doet je maagwandcellen en darmwandcellen, want die moeten opeens veel meer spijsverteringssappen vormen en uitscheiding. En eiwitspitsen en enzymen vormen en uitscheiden. Dat doet jouw lijf, je maagwand en darmwandcellen, versneld uitputten van vocht en bouwstoffen ten opzichte van eerder. Dat betekent dat wanneer je collageen-eiwitsupplementen gaat gebruiken en dus veel meer eiwitten in je spijsverteringskanaal laat belanden, de vertering daarvan jouw lijf doet uitputten versneld ten opzichte van eerder van vocht en bouwstoffen. En weet je wanneer de uitvoering van anabole, opbouwende en herstellende stofwisselprocessen, in de cellen die aanwezig zijn in je onderhuidse bindweefsellagen, dus die bindweefselcellen, zal verslechteren wanneer jouw lijf uitgeput is geraakt van vocht en bouwstoffen. Dus wanneer je een lading extra eiwitten in je spijsverteringskanaal laat belanden, wat vertering vereist, wat je lijf versneld doet uitputten van vocht en bouwstoffen, dan heeft dat tot consequentie dat de uitvorming van anabole stofwisselingsprocessen in de bindweefselcellen van je onderhuidse bindweefsellagen zal verslechteren. Heeft dat tot consequentie dat de vorming van collageeneiwitten in die cellen, maar vooral ook de vorming van vesicles, transport- en secretieblaasjes in die cellen, en dus het uitscheiden van nieuwe collageeneiwitten zal verslechteren, daar, bij die cellen in je onderhuidse bindweefsellagen, en het gehalte aan collageeneiwitten in je huid, jij zal dalen in plaats van stijgen met een verslechterde conditie van je huid tot gevolg. Want het is natuurlijk niet zo dat als jij collageeneiwitsupplementen gebruikt en collageeneiwitten in je spijsverteringskanaal laat belanden, dat die dan meteen in je huid aankomen. Hè? Je spijsverteringskanaal is de buitenwereld van je lichaam. Daar moeten die eiwitten eerst verteerd worden.
En dan worden ze dus gesplitst tot losse aminozuren. Ja, dan zijn ze al niet meer zozeer geschikt voor collageen-eiwitvorming. Dan kunnen ze ook ergens anders voor gebruikt worden. En ja, dat doet je lijf uitputten, zo'n lading van extra eiwitten in je spijsvertering knal. Dus dat als antwoord op je vraag.